Voorzitter, ik wil twee debatten aanvragen. Te beginnen met de eerste. Ik zou graag een debat willen met de minister-president en de minister voor Economische Zaken en Klimaat over de voortgangsrapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving als het gaat over het behalen van de Urgenda-doelen. Het kabinet heeft aangekondigd te komen met een kabinetsreactie. Ik zou graag het debat willen na omkomst van deze reactie. En ik zou graag voor uitbreiding van de spreektijd willen vragen voor het debat morgen met een minuut, omdat we ook hier waarschijnlijk het over Urgenda zullen hebben. Dat doen we, ja. Zullen we eerst even het eerste verzoek doen? Toch? Dat is prima. Ja, ik wil een debat. Even kijken. In te plannen nadat de kabinetsreactie er is. Wie hierover? Mevrouw Beckerman, namens de SP. Oh, pardon. Sorry. Ja. Dank u wel, voorzitter. Steun voor het debat en voor uitbreidingsspreektijd morgen. De heer Van Rooyen. Steun, voorzitter, en meer spreektijd. Mevrouw Ouwehand. Steun en steun. Mevrouw Ploemen. Steun en ook voor extra spreektijd. De heer Öster. Dat geldt ook voor Denk. Ja, mevrouw Jasielkus, VVD. Op dit moment geen steun, voorzitter. De heer Sinot, D66. Steun voor meer spreektijd. Heel goed om het er morgen al over te hebben. Op dit moment geen steun voor een nader debat over de urgentenzaak. De heer Hiedema namens Forum voor Democratie. Mevrouw Dick Faber namens ChristenUnie. Op dit moment geen steun, echt te vroeg. Mevrouw Agnes Mulder, CDA. Ik ben het met mevrouw Dick Faber eens. Nee. Er is geen steun voor beide verzoeken. Ik heb gevraagd om een debat nadat de kabinetsreactie er is. En zelfs daarvoor is het dus blijkbaar te vroeg om dan al een debat te steunen. Dan laat ik hem graag als 30 leden debat op de regeling zetten. Zodat we dit later kunnen omzetten naar een volwaardig debat. Hopelijk is er dan wel steun. Voorzitter, mijn tweede verzoek doe ik mede namens de collega's van de PVV. De Partij van de Arbeid, de SP, Partij voor de Dieren, SGP, DENK. 50PLUS, collega's van Forum voor Democratie. Volgens mij heb ik dan iedereen gehad. Namens de voltallige oppositie willen we graag een debat met de minister-president, de minister van Economische Zaken, over de doorrekening van het klimaatakkoord. En dat debat willen we ook graag ingepland hebben, direct nadat we de cijfers hebben gehad. Dus wat ons betreft kan dat op donderdag 14 maart. Nee, want het verzoek is mede namens u gedaan, meneer Van Rooyen. Bent u het er niet mee eens? Jawel, voorzitter. Oh, okay, dank u wel. Heb ik het vooral dank met de datum. Nee, dank u wel. Mevrouw Jasielkus, namens de VVD. Voorzitter, volgens mij is het goed gebruik dat we hier dingen agenderen zodra de stukken er zijn. Dus geen steun op dit moment. De stukken zijn er. De heer Sinot, namens D66. Steun na omkomst van de reactie van het kabinet. Mevrouw Dick Faber. Ja, voorzitter, de heer Klaver staat hier wel heel erg vroeg. Ik bedoel, we hebben nog niet eens de stukken. We gaan er natuurlijk over debatteren, maar om nu weken van tevoren al een debat aan te vragen, ik vind het gewoon niet kunnen. Dus ik steun dit niet. Mevrouw Agnes Mulder namens het CDA. Ja, voorzitter, ik zou ook eerst graag die kabinetsreactie willen hebben. En op het moment dat de 13e natuurlijk komt, dan is dat wel lastig om de 14e te doen. Ah. Ja, maar voorzitter. Okay. Ook namens u is het dus debat aangevraagd, meneer Hiedema. Dat is namens u. Ja, dat hoorde ik meneer Klaver zeggen. Dat is aangevraagd namens onze partij. Maar de heer Boudet heeft mij gevraagd om hem steun te betuigen. Dus ik doe alle twee. Maar... Dan, dat voelt als extra... Dubbel dank, zou ik wel zeggen. Maar telt niet voor dubbel zetels. Om heel eerlijk... Nee, meneer Sinot, dat was onduidelijk. Want daarmee moeten we kijken... Steun naar omkomst van de kabinetsreactie. Dus steun het debat als de kabinetsreactie binnen is. Voorzitter. Dat is nu nog niet. We hebben hier... Vorige week heeft de voltallige oppositie een brief geschreven naar de planbureaus. Om te vragen, kunnen de cijfers er voor de verkiezingen zijn? Die zijn er nu voor de verkiezingen. Nu vragen wij om een debat voor diezelfde verkiezingen. En de coalitie zegt... Er komt geen debat over de cijfers van het klimaatakkoord voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voorzitter, ik denk dat Nederland recht op heeft dat die cijfers hier bediscussieerd worden. Of je er nou tegen bent, of je er nou voor bent, dat moet hier besproken worden. Daar vragen wij een debat over aan, voorzitter. Ik doe dat ook zo ver van tevoren nu, omdat we weten dat die cijfers eraan komen. Het planbureau heeft het aangekondigd. Dan kunnen we erop plannen, dan kunnen we er rekening mee houden. Het mag wat mij betreft ook die dinsdag daarna... Maar dan zitten we misschien wel heel dicht op de verkiezingen. Maar mij maakt het niet uit. Die cijfers zijn er de 13e. En dan moet er een debat in deze Kamer gevoerd worden. En de coalitie moet dat volgens mij niet blokkeren als de voltallige oppositie hierom vraagt. Dat heeft u duidelijk gemaakt, meneer Klaver. Mevrouw Jasielkus.
Dank u wel, voorzitter. De heer Klaver hoeft zich niet zo op te winden. Volgens mij zijn er een aantal partijen, waaronder ik, namens de VVD. Zodra de stukken er zijn, zullen we een debat gaan agenderen. Dus we moeten die stukken afwachten. Ja. Wellicht komen die eerder, wellicht komen die later. Niemand heeft gezegd, niet voor de verkiezingen. Juist als dat kan, dan doen we dat. Maar die stukken moeten er wel eerst zijn. Dan heb je het ergens over. Ja, dank u wel, mevrouw Jezipkus. Voorzitter, dan zou ik ook hier graag deze willen omzetten in een 30-leden-debat. Die stukken zetten is namelijk nu beloofd door de planbureaus dat ze de 13e zijn. En dan kunnen we dat debat hier gewoon voeren. En ik hoop ook dat u er rekening mee houdt dat er dus nog voor de verkiezingen hier een debat wordt gevoerd over de doorrekening van de klimaatakkoorden. Ik zal dit debat toevoegen aan de lijst van 30-leden-debatten. Dank u wel. De heer Quint namens de SP.